Hey kijkers van de Zuiverkrachten, welkom bij een nieuwe video. Ik zit inderdaad een beetje wat naar achteren. Meestal neem ik zo op, zeg maar. Nu neem ik zo op. Heeft een reden. Ik wil er een wat relaxtere video van maken, want het is best wel goed nieuws. We hebben een unieke rank op de DDG-server. Niet zozeer speciaal My Nation. Heeft wel wat mee te maken en dat gaan we even uitleggen. Dus kom er alvast op met die like. Die ga je toch halverwege of eind van de video geven. Ik garandeer het je, dat ga je doen. Wat het namelijk is... Ik ga ondertussen trouwens gewoon werken, want er moet nog veel gedaan worden. Waar gaan we aan de slag? Ik denk hier zo. Ja, dit stukje gaan we allemaal weghalen. Het is dit zo. Ik wil... Oh. een rank maken. Sterker nog, die rank is er al, maar die wil ik gaan weggeven. Dat heet de Elite DDG rank. Wat is dat dan? Denk je van, hè? Kun je die kopen? Nee, die kun je niet eens kopen, al zou je het willen. De Elite DDG rank is een soort Diamond Plus. Die ga ik weggeven. Het lijkt een beetje op Fanrank, maar het is veel vetter als dat. Want Fanrank is gewoon een kopie van Diamond en dat is het. De Elite DDG rank. Zo, die moest er even uit. Simpel uitgelegd. Jij krijgt toegang tot elke alpha en beta. Dus in dit geval My Nation, maar zodra er weer nieuwe games zijn, ook gelijk. Dus dat weet je, dat wordt hartstikke dik. Voor de rest heb je alle Obsidian en Diamond perks. Dus dezelfde mobs. Je hebt toegang tot Mytopia... toegang tot Kingdom, noem het allemaal maar op. Alle leuke dingen in de lobby heb je, zeg maar. En ook nog eens een keer belangrijk, je hebt mij op Skype. Dus dat betekent lekker Greycoins krijgen. Dat betekent een keer samen met z'n allen gaan Minecraften. Het wordt gewoon één groot feestje. Deze rank, die geef ik weg. Net als ik de YouTuber rank en de fan rank weggeef aan mensen waarvan ik zeg, die verdienen het. Mensen die een ban hebben gehad, die kunnen dat absoluut niet krijgen. Hoe lief je ook nu bent, gaan we gewoon niet doen, want dan heb je een fout gemaakt. En mensen die mod zijn en support en dat soort dingen, die krijgen dat uiteraard ook niet. Want het is een heel andere permissiegroep, dus het zou helemaal niet eens kunnen. Wij gaan nu met z'n tienen in een Skype-gesprekje zitten. Dus je hebt contact met de eigenaar. Jij mag in My Nation. En sterker nog, bij deze, ik geef jullie allemaal een plus 1. Dus je mag zelf een invite krijgen en je mag per persoon één mattie meenemen. Die persoon heeft natuurlijk geen plus 1, want dan blijft het maar doorgaan. Maar denk ik, meld het maar even voor de mensen die dat niet helemaal door hadden. Dat is een beetje het idee van de elite rank. Die zal er rood uitzien. Dus net als de 5 jaar rank en net als developers en owners. Dus het valt nogal heel erg op. En er zijn er ten alle tijde maximaal 10. Ik zet gewoon die webcam wat naar beneden, ik kan het schelen. Zo, 10 stuks zijn ervan. Nou, die wil je toch wel? Als ik dit pak, zou ik dan naar beneden kunnen vallen? Nee, dan kom je nu weer omhoog volgens mij. Oeh, dat gaan we dus echt niet doen. Zo, fuck de kobbel. We hoeven het niet. We gaan gewoon lekker hakken. Dus totaal 10 van die ranks zijn er. En dat is het. Dus de reden waarom ik het in een My Nation video zeg, is omdat je natuurlijk direct in My Nation kan, wat super chill is. Je kan je eigen team starten als je een beetje samenwerkt. En hoe ga ik het weggeven? Nou, ik heb de eerste net gedaan op TeamSpeak. De tweede wou ik in deze video doen. En kun je hem ook kwijtraken? Ja. Als jij een geband bent of je bent echt als een retard aan het gedragen op game modes op DDG. Geloof mij, dat krijg ik vanzelf te horen en dan ben je je rankje kwijt. En zoeken wij dus een nieuw iemand. Dan gaan we altijd weer terug naar de 10, zeg maar. Als jij blijkt dat jij 5-6 maanden lang niet online komt of heel weinig en alleen maar een beetje cool doet met de rank. Dan is het ook beter dat iemand anders die rank krijgt. Dus dat is helemaal niet erg, ik ben niet boos dan. Maar dan ben je dus ook je rank kwijt. Dus het kan zijn dat we over een half jaar 10 heel andere mensen hebben met Elite DDG. Ik hoop het niet. Ik hoop dat die mensen nog jaren bij de DDG-server blijven natuurlijk. Maar het is chill. Hoef je nooit te betalen voor je dingen. Nou, een hele discussie net ook op TS gehad. Van ja, David, je kiest altijd wel de bekende mensen. Nou, dat is dus helemaal niet waar. De eerste die ik gekozen heb is Boomtakje. Heb ik letterlijk nog nooit één op één gesproken. Maar hij lijkt me wel een leuke jongen wat dat betreft. Als in gewoon een eerlijke gozer die veel online is. En ja, sommige namen vallen op omdat ze heel erg actief zijn, heel erg aanwezig zijn. Dat als je dat bekende namen noemt, nou dan omschrijf je precies wat we nodig hebben dus voor een elite DDG rank. Ja, ik hoop dat het een beetje uitgelegd is. Want trouwens, nou we dan de rank hebben klaar, hebben, die hebben we dan gedaan. Dus dat is helemaal klaar. Er is geen vragen meer over. Als er vragen zijn, hoor ik het wel. Maar ik denk dat de meeste mensen hun comment gaan gebruiken om mee te doen. Wat één, dus weggeven onder deze video. Een redelijke, nou de one of a kind, een ten of a kind rank gaan we weggeven. Zeldzamer als Obsidian. En oh, trouwens ook vanaf wanneer, is wel even handig. De My Nation invite krijg je gelijk. En we willen vanaf ongeveer begin maart, hoop ik dat deze ranks ook daadwerkelijk zichtbaar zijn in de lobby. Dus als je wint, heb je mij eerst op Skype en kun je My Nation en dat soort dingen. Maar de rest is nog even niet. Nou, dat ook duidelijk is.
Maar ook even iets laten zien. Iets wat ik hoorde. Ik weet helemaal niet of het waar is. Misschien ben ik nog wel gigantische roddeltante. Dat ik het allemaal aan het vertellen ben dat het helemaal niet zo is. Moet even een stukje omhoog daarvoor. Dan gaan we namelijk naar de kist toe. Waar we voor Colin hebben wij... We hebben daar slimeblocks van gekregen, right? Oké. Okay. Nou is het zo dat iemand anders binnen onze groep, Hugo... Oh, nee, niet hier. Ik loop elke keer nog deze kant op, wat stom. Hugo Thomas, die zegt van... Ja, maar dat waren helemaal niet Collins en slimeblocks. Dat was van Delvin, of van ons eigenlijk. En Delvin heeft het uit onze kist gehaald. Kijk, hier hebben we het. Oh, de telling is een beetje raar. Beetje zoek. Zo, dit was volgens mij van hun. Papier niet. Zo, en dan hadden ze ook nog... 1, 2, 3... Zo, dit hadden ze ook nog iron. Dit aan de rechterkant was van hun. 3 iron, 3 gold... 8 slijmbals en een slijmblok. Toch? Volgens mij wel. Wat er nu gezegd wordt, is dit is gejat. Dat kan toch niet? Dat wil ik terug. Maar de Iron Bank heeft een afspraak met de persoon die het hier gedropt heeft. Dus ondanks dat het van een teamlid van onszelf, van Hugo Thomas, zegt hij... zouden we dat eerst moeten kunnen bewijzen. Willen we dat weten van Colin. Voordat we zeggen van, oké, Colin, sorry, maar het is niet meer van jou. Want als wij dit altijd zomaar gaan doen... Kijk, ik zeg niet van, bestil maar elkaar allemaal. Maar ik kan bij... Eén hartje. Oké, we gaan rustig omhoog lopen. Neem de tijd. Bijna doodgevallen. Ja, dat is wat ik wil zeggen. Je kan dus niet vanuit gaan dat mensen hun dingen niet hier kunnen neerdumpen. Oh, goed gedaan. Lekker bezig. Als wij alles maar gaan controleren als een soort politie, want we zijn geen politie. We willen juist dat mensen hun spullen hier dumpen bij ons... wetende dat het veilig is. Dit moet een veilige plek zijn, ook voor gestolen goederen. Want, ja, eerlijk gezegd, maakt het ons niet zo heel veel uit. Resources zijn resources, toch? Dus gewoon fuck die shit. Nou, dus het is een leuke roddel. Wat denken jullie ervan? Zou het gejat zijn of niet? Wat heeft Delvin daarmee gedaan? Uit welke base kwam het? Ik weet namelijk dat Trendier of Trandier, een van de twee, dus de oude teamgenoten van Hugo, die hebben dat volgens mij uit kisten gehaald. Dus hoe komt Colin dan aan? Hij zei dat hij het van Delvin had gehaald, volgens mij. Uit van die kistjes. Maar met die kistjes, als je daarmee bedoelt... Misschien moeten we Colin maar gewoon een keer vragen. Want misschien wil hij zelf ook helemaal geen ruzie met ja, toch mensen van de Iron Bank. Hugo Thomas hoort daarbij. Trouwens, heb ik jullie dat al laten zien? Ik ga dat gewoon even doen. Ik kan wel verder gaan minen, maar dat is ook een beetje saai. Ik ga eens eventjes onze bases laten zien. Dan hebben we dat ook gedaan in deze video. En hups en flups. Let's go omhoog. We hebben inmiddels 4 bases namelijk. Dat zijn best wel veel. Even kijken, even een hapje eten. Niet weer doodvallen. Oké, dan zijn we aan die kant begonnen met het inkepen. Ik vind het helemaal nice. We hebben echt een fijn team. I love everyone. Nou, bijna allemaal, behalve Soppie. Soppie is stom. Dat weten we allemaal. Soppie is gewoon stom. Stomme boer. Basis 1. Basis 2 is zo te zien aan het rebuilden naar dezelfde stijl. Vind ik persoonlijk heel vet dat ze dat gedaan hebben. Kost wel even tijd en resource. Maar ja, we kunnen bouwers uitwisselen natuurlijk. Voor mij hebben we momenteel amper meer bouwers. Boris zit hier volgens mij ook. Ja, kijk dan hoe dope het eruit ziet, hè. Mag ik even kieken? Hup. Hey, thanks. Trump? God, ze hebben dezelfde skins. Allebei Trump skins. Kijk, dit herkennen jullie waarschijnlijk nog wel. Dit was de oude mine, om het zo maar te zeggen. En die zijn ze nu aan het slopen. Trouwens, mag ik het heel vervelend vinden? Weather clear. Oké, dank u wel. Een stuk fijner. Dit zijn ze dus allemaal aan het afbreken... om die dikke vette muur te kunnen doen hier. Nice. Hebben ze goed gedaan. Dank u wel. Ik kom hier zelf al weer uit, denk ik. Via hier. Ah, hier kun je omheen lopen. I like it a lot. Dit moeten meer mensen doen. Dikkere muren. Heel veel doen er één breed. En dat kan, als het te hoog wordt, natuurlijk gewoon instorten. En deze jongens hebben dat goed begrepen. Dit was basis 2 dus. Die zag er eerst heel anders uit met de mine van Snorri, noemde ik het altijd. En Destiny van Racer. Maar inmiddels is het anders. Dan hebben we hier, is hij aanwezig. Hugo Thomas is zeker aanwezig. Hebben wij basis 3. Dus zeg maar het oude eiland van Liam, om het zo maar even te zeggen. En ja, die zijn hier druk bezig met iets wat lijkt op een soort muurtje te maken of zo. Ik weet het niet helemaal. Hi, allemaal Trump. Ze hebben allemaal Trump-pakjes. Really, bro? Ja. Stromend water. Houden we ook van. En zo te zien een soort van... Wow, dit is pas een grote.
Dat is inderdaad wat zij zei. Kijk ook hoeveel chunks zij al hebben. 13 hebben ze er volgens mij. Damn! Ze moeten nog een teamnaam hebben. Doe DDC maar, want ik heb DDG al. Gewoon doen. Oké, okay, let's go. Hij gaat het even doen, dan wachten we even op. I'll wait. DDC heel graag, als het even kan. Anders weet ik het wel. Zodra het public is, gaat iedereen dat doen. En DAD. En dat soort dingen. Ik weet eigenlijk niet eens wat meer. Done. Heel mooi. DDC en DDG. Oké, basis 3 was dit dus, voor alle duidelijkheid. En dan gaan we nu naar basis 4. Er is een paadje ontstaan hier, dat is heel erg fijn. We hebben natuurlijk natuurlijke generators die bruggetjes maken, maar ook paadjes tussen gebieden die bij elkaar horen. En dit pad leidt regelrecht naar Gijs. Gijs? Is dat niet Godlike Spie? Godlike Spie? Oftewel, God houdt van appeltaart, die hij vermoord heeft. Ja, daar hebben wij goed gesprek mee gehad. Was natuurlijk een ex-member van Hugo. Hugo zit bij ons, dus Gijs ook. Inderdaad, de persoon die ik gekild heb, die, daar werken we nu mee samen. Zo kan het hier gaan in Magnesia. Het hoeft niet alleen maar boos te zijn. En die zitten hier. En de mensen die het een beetje kennen, die weten het wel. Dat is de brug naar Duffy toe. Ik kan het misschien nog even kort laten zien. Ze zijn hier begonnen met uit te minen. Wow. They found the cave, zo te zien. Aha. Oho. Daar hebben we hem. Oké, ik ga hem proberen bang te maken. Ik weet niet of het lukt. Gijs... Kom hier, ik ga je doodslaan. Grapje toch? Hou van jou. Nou, dit is de base van de nare man, zegt hij. De base van Gijs. Tristan zit hier dus ook. Jeffrey Force zit hier. En het wordt echt op deze manier een leuk groepje. Waarom hier? Nou, dit bos, zeg maar, dat willen we ook een klein beetje bij de Iron Bank laten horen. In ieder geval kunnen koloniseren. Duffy's kasteel. De Iron Bank is die kant op. Inderdaad, we hebben zelfs bordjes hier. Wat maakt het uit? Dan lopen we helemaal even hier af. Om 1 af te sluiten natuurlijk. Maar ook 2 om te kijken. Oh. Ja. Wat is er, jongen? Wat is er? Ah ja, oké. Okay. Ik moet volgende keer een afspraak maken met mijn eigen team. Deze jongen heeft echt een veel te grote bek. En dat was het natuurlijk ook. Heel veel mensen zeiden van, aandachtstrekker. Maar wat mensen vergeten is dat ik Gijs al, I don't know, 2 jaar ken of zo. Ik speel League met hem. Dus het was niet afgesproken. Hij wist er echt niks van. Maar hij was er ook niet boos om. En ik wist ook dat hij zo zou gaan doen. Nou kijk, dit is dan het kasteeltje van Duffy. Als je over de lange, lange, lange brug gaat. En ja, momenteel het hoogste level zit hier. Het hoogste level uit de hele game. Dat wil niet. Zit allemaal daar. Dus wou ik gewoon ook even laten zien. Nou, terwijl ik dan op de Witte Brug, zo noemen we hem eventjes, ga staan, af ga sluiten, wil ik jullie 2 dingen vragen. Ik zei het al aan het begin, jullie gaan toch wel liken. Laat even een like achter en vertel even waarom jij die nieuwe rank zou moeten krijgen. De Elite DDG. 10 ranks, je zit bij mij op Skype, je mag in My Nation. Extra perks, heel erg veel zooi krijgen op een DDG-server en het is lifetime. Tenzij je dus een fuck-up maakt, dan trek ik hem weer van je af en dan heb je hem niet meer. Wie wil dat? Laat het maar even weten. En uiteraard, wat vind je van onze bases? Zijn ze niet ontzettend tof? Oké, een derde vraag dan. Heeft Colin YouTube het gejat? Wat moeten we doen met de kluis? Gewoon aan de afspraak houden, toch? Dat vind ik wel. Anders ben je als bank helemaal niks waard. Met een roddeltje. Bedankt voor het kijken. En vergeet niet even te abonneren. Tot de volgende keer.